De betekenis van Diwali wordt elk jaar benadrukt. Ja, het is de overwinning van het goede op het kwade. Het klinkt cliché misschien, maar in zijn algemeenheid is dat de boodschap die Diwali uitdraagt. Shriyam Devi Mupahvaye Shri Rama Devi Dushatam. Het huis, de omgeving worden traditioneel dagen van tevoren schoongemaakt. Maar het allerbelangrijkste is dat wij als mens eerst werken aan onze innerlijke, de innerlijke schoonheid. Dat is belangrijk. Het innerlijke, het geweten moet schoon zijn van gevoelens van afgunst, jaloezie, haat en wrok. Tolerantie, liefde, begrip en vertrouwen. Hieraan moeten wij werken. Om Gandharvaram Duradharsham Hitchabhushtam Karishide Ishwarim Sarvabhutanam. Diwali is tegenwoordig niet alleen een hindoefeest meer. Het is een nationale feestdag. Ik zou zelfs een multicultureel feestdag noemen. Is het niet prachtig, Suriname? Laten we trots zijn op de eenheid die we merken bij Diwali. Odi odi alasma, paitang alasma fusranang. Indianen, Kriolen, Hindustanen, Javanen en Chinezen. En alle vijf bevolkingsgroepen deja voor meki prisiri. Etje, deje, dey draya poku gimna. Dr. Ingenieur Herman Adin had een acroniem bedacht. Hij zei Diwali. D-I-V-A-L-I. En hij zegt dat staat voor, en zeer passend voor onze gezamenlijke vooruitgangsgedachte, de daadwerkelijke I voor inzet van alle landgenoten, daadwerkelijke inzet van alle landgenoten is imperatief. Het is geboden, het is een opdracht naar ons allen. Als u dit jaar een dia aanmaakt,
dan denkt u aan de betekenis ervan. Verlicht niet alleen uw huis en omgeving, maar ook uw ziel. Diwali draait om eenheid. Alle haat, woede en vijandschap moeten dan ook worden vernietigd. Verlos uzelf van alle kwade en laat het goede in uzelf overwinnen.